Adi van den Krommenakker werd onlangs geconfronteerd met een uitdagende situatie toen hij betrapt werd achter het stuur terwijl hij onder invloed was. Deze gebeurtenis resulteerde in een rijontzegging en de verplichting om een cursus over alcohol en verkeersveiligheid te volgen. Hoewel hij terughoudend is om hierover te praten, is het duidelijk dat dit een moeilijke periode voor hem was. De tegenslagen stapelden zich op voor Addy toen zijn winkels moesten sluiten en hij genoodzaakt was om enkele van zijn meest waardevolle kledingstukken te verkopen om zijn bedrijf een nieuwe start te geven. Deze periode van stress en tegenspoed bracht hem ertoe om meer te drinken dan normaal, wat resulteerde in de betreffende situatie achter het stuur. Gelukkig had hij een assistent bij zich die hem veilig thuis kon brengen nadat hij werd gestopt. Naast de rijontzegging en de boete werd Adi ook verplicht om een educatief programma over alcohol en verkeersveiligheid te volgen, anders zou zijn rijbewijs in gevaar komen. Hij voltooide de cursus en betaalde de boete, wat aangeeft dat hij verantwoordelijkheid nam voor zijn acties. Hoewel hij terughoudend is om in detail te treden over deze gebeurtenis, benadrukt Adi dat hij geen chronische drinker is en dat hij zijn problemen altijd zelf heeft overwonnen. Hij beschouwt het als een prestatie dat hij nooit drugs heeft gebruikt. Ondanks de uitdagingen waarmee hij werd geconfronteerd. In plaats daarvan heeft hij zichzelf altijd weten te redden zonder zijn toevlucht te nemen tot verslavende middelen. In het licht van deze ervaringen blijft Adi vastberaden om zijn leven weer op de rails te krijgen en zijn carrière voort te zetten met integriteit en vastberadenheid. Hij herkent de fouten die hij heeft gemaakt, maar blijft optimistisch over de toekomst en vastbesloten om zijn succes te herstellen.